Paul Selamat-Somo Harjo heeft in het kader van zijn 80ste verjaardag vandaag samen met professor Franklin Yabini zijn autobiografie gepresenteerd. Somo Harjo zegt dat dit boek een deel van zijn leven beslaat. Het overige deel kan pas gepubliceerd worden wanneer hij niet meer in leven is, omdat hij geen verwensingen wenst aan te horen. De politicus gaf aan dat verschillende personen hebben geprobeerd zijn levensverhaal te helpen schrijven, maar niets kwam van de grond. Eindelijk heeft professor Yabini een deel verteld, dus zei me, voor dit laten we het vastleggen. Ja, hoe dan? Ik heb dit, maar professor, je gaat proberen, vertel mijn verhaal. Maar ik ga niet alles vertellen, een deel ga ik vertellen, maar dit wil ik niet verschijnen. Als ik in nog leven ben, ja, als het moet, dan na die. Maar het is toch belangrijk, een deel is dan, ja, zeker 70% van mijn verhaal, mijn geschiedenis komt erin. En dan zijn we begonnen. En eindelijk is het klaar. En ik moet vertellen, ja, de drukkosten is wel hoog. Zo'n boek kost bijna 287,50 euro. Dit is 50. En we hebben dus afgesproken, we gaan geen winst maken. En dat gaan we ook niet betalen. Ja. En we gaan het verkopen voor 300 SRD. Ja, SRD hoor, vrienden, familie die hier zijn, niet aan het euro, 300 SRD. Het is nog niet 10 euro, misschien 5 euro. Yabini zegt het boek samen met Somo Harjo geschreven te hebben als een ghostwriter of spookschrijver. Alle informatie in het boek is door Yabini neergepend na interviews te hebben afgenomen van Somo Harjo. Als niet-Javaan zegt Yabini heel kritisch zijn bijdrage te hebben geleverd aan deze autobiografie. Het schrijven van een biografie, het leven van iemand, is geen eenvoudige zaak. De vraag is, wat wil je erin en wat wil je niet erin vermelden? Wat willen de mensen horen en wat wil je niet dat de mensen horen? Bij het schrijven van dit boek heb ik het gedaan zoals wij het noemen als een ghostwriter. Met andere woorden, als Somo Harjo zelf, als voorzitter Somo Harjo zelf. En het is daarom een autobiografie. Ik heb geprobeerd in de afgelopen periode naar het leven te kijken als meneer Somo Harjo, te gaan denken als meneer Somo Harjo en kijken wat meneer Somo Harjo zelf zou willen dat de samenleving van hem meeneemt. Naast de presentatie van zijn autobiografie vanmiddag heeft Paul Somo Harjo vanmorgen ook een gedenkplaat onthuld en het initiatief genomen om de FIGS Istana begraafplaats aan de Anamoestraat beter te helpen omrasteren.